Omroep Flevoland en de andere regionale omroepen gaan nauwer samenwerken met de NOS. Aangeschoven in de studio is onze hoofdredacteur Annald Berends. Annald, goedemiddag. Hallo. Wat houdt die nauwere samenwerking precies in? Hij is eigenlijk op drie pijlers gebouwd. Het gaat eigenlijk over opleidingen. Het gaat over aan de voorkant in het proces elkaar helder maken en helpen waar je mee gaat beginnen, waar je echt mee bezig bent. Dus niet het product zelf, maar aan de voorkant daarvan. En er zit een stuk techniek in. En techniek als in de vorm van? App, newsroom systeem, een computersysteem waarop omroepen werken, waar je misschien beter samen je agenda's kan delen. Dus dat zit echt in de techniek. Dat doen we al een beetje. Hè? Ja. Nee, sterker nog, we doen al heel veel. Hè? Ja. We wisselen verhalen uit. We hebben samen projecten lopen waarbij we journalisten opleiden voor lokale omroepen. Wisselen kennis uit. We wisselen kennis uit. We doen opleidingen. Hè? Verslaggevers van ons gaan regelmatig en presentatoren gaan regelmatig naar de NOS om daar hun kennis op te veilen. Maar je kan het nog veel beter doen. En daar is dit convenant voor bedoeld, wat vandaag wordt getekend. Ja. En wat zijn de grootste voordelen daarvan? Ik denk dat de grootste voordelen daarvan zijn kennisuitwisseling. Dat we in journalistieke producties slimmer met de menskracht omgaan die we kunnen inzetten. Dus dat we bijvoorbeeld niet twee keer op verschillende plekken hetzelfde onderzoek gaan zitten doen. Maar dat we van elkaar weten, hey, wij willen dat graag doen, jullie willen dat graag doen, zullen we dat samen doen? Mm-hmm. Nou, dat is het meest simpele voorbeeld. Maar het zit hem ook in het benoemen van thema's. Is het belangrijk om wat tegenwicht te bieden in de samenleving tussen al dat fake news en al die stress die er ontstaat door die uitgestel of door die tegengestelde meningen, dat je daar samen iets in kan doen? Kijk, de NOS heeft natuurlijk een kwaliteit die gewoon, dat moet je gewoon erkennen, beter is dan wij hebben op sommige momenten. Het is ook een groter apparaat. Het is een veel groter apparaat. Er zit veel meer kennis en ook veel meer geld achter. Maar wij zitten weer veel dichter in de samenleving. Ja. Dus als je die dingen combineert, kan je naar die polarisatie in de samenleving, kan je wel goed kijken. Dus daar kan je thema's op vaststellen. Ik zelf, dat opleiden van mensen lijkt me echt heel belangrijk. Heeft ook een reden. Het is heel moeilijk op dit moment om goede journalisten te vinden. Ja. We weten het hier in huis. Hè. We hebben vacatures, maar vind maar journalisten die het nog leuk vinden om echt in de nieuwsjournalistiek bezig te zijn. Dus daar kan je natuurlijk wat mee doen. Omdat je dan mensen bijvoorbeeld in een systeem kan gooien van een apprenticeship, waarbij je ze gewoon een contract geeft voor een desnoods voor onbepaalde tijd, waarvan je zegt, we gaan je opleiden, we gaan je helpen en je krijgt zeker een baan. Of dat nou is bij Omroep Flevoland of bij de NOS, of in twee jaar tijd een half jaar bij de NOS, een half jaar bij Oost en een half jaar bij ons. Of waar je zelf je, hè, maar we gaan je opleiden. En daarmee kun je in de samenleving en in dit vak gewoon een hartstikke goede start maken. Dus dat vind ik allemaal wel hele spannende dingen. Je had het al even over geld. Hoe is dat financieel geregeld? Betekent dat het voor ons kostenbesparend kan zijn? Of voor de NOS? Of nee, er zit geen financieel motief in. Er zit een echt inhoudelijk motief in. Dus het gaat hier echt over kwaliteitsverbetering. We praten niet over geld hier. En dat kan best zijn dat wij daar extra geld in moeten stoppen aan het begin. Maar uiteindelijk als het product beter wordt en uiteindelijk als we slimmer met elkaar omgaan, bijvoorbeeld in de techniek, dan moet dat uiteindelijk ook ergens besparingen opleveren. Mm-hmm. Maar daar hebben we eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Eigenlijk komt het ook uit één grote pot. Hè, het is allemaal publiek omroep. Ja. Het is een beetje zoals gisteren de Belastingdienst die een boete krijgt van de overheid. Ja, ja. Okay. Ik kom daar nooit mee weg. Maar goed, het is allemaal leuk hè, voor Omroep Flevoland en andere regionale omroepen. Ik klink niet heel enthousiast. Nee, maar het klinkt allemaal leuk. Ja, maar wat heeft de kijker en luisteraar hier? Nou, bijvoorbeeld betere items. Betere journalistiek. En een helderheid over de rol die de publieke omroep heeft. Die daarmee ook gewoon echt betere verhalen kan maken. Als je van elkaar kan leren en je kan journalistiek van elkaar leren en je kan journalistiek dingen met elkaar afstemmen en je krijgt daardoor gewoon betere verhalen, is dat toch prachtig? Dat is nou juist wat waar het publiek wel iets aan heeft. We zeiden al, we doen het eigenlijk al. Wie komt er dan met zo'n idee van laten we dat verder uit gaan breiden? Of hoe ontstaat zoiets? Dit idee komt echt uit de hoofdredacteuren van de regionale omroepen. Die komen bij elkaar één keer per maand of zo. En daar speelt het al een tijdje. Ze zijn ook al lang aan het praten met de NOS. Dat is natuurlijk wat jij zelf net al zei. Gebeurt al heel veel. Ja. Ja, dan wordt er gewoon gekeken, kan er meer gebeuren? Er zit ook iets logisch in. Hè? Want we zijn, jij zegt dat net zelf al, eigenlijk allemaal een beetje van hetzelfde. We zijn allemaal van de publieke omroep. Dus waarom zoek je dat dan niet beter met elkaar op? En waarom maak je er niet beter gebruik van? Daar hebben de hoofdredacteuren gewoon samen met de NOS gewoon een goed plan voor geschreven. Het is niet zo dat we onze eigen identiteit gaan verliezen. Nee, helemaal niet. Er zit geen enkele gedachte achter van wie dan ook, dat we in één keer met elkaar allemaal op moeten gaan. Want namelijk het succes is ook de eigenheid. Ja.
Dat je weet wat er in jouw regio gebeurt. Ja. Dat maakt ook het succes. Nou, nee, klinkt als een goed plan. Ja, ja. Dat is toch de baas natuurlijk. Hè? Dus we moeten positief zijn. Ik wou het zeggen. Wanneer gaat het gebeuren? Ja, het gebeurt eigenlijk al. Maar eigenlijk, einde van het jaar moeten we wel echt de eerste resultaten gaan zien. Dus bijvoorbeeld die agendamatige dingen waar we het nu over hebben. Hè? Dat we ook aan de agenda aan de voorkant met elkaar samen gaan produceren. Betekent ook dat we evenementen op elkaar moeten afstemmen. Dat we zo'n Floriade als we gisteren gedaan hebben. Dat daar niet nog een keer een NOS de ploeg naartoe gaat. Want dat is er allemaal al. Nou, dat is gisteren ook gebeurd. Hè? Is gisteren ook gebeurd. Hè? Ja, het was onze eigen ploeg in principe die daar stond. Ja, en dat is ook door de NOS weer overgenomen. En die hebben ons ook weer geholpen om dat naar de EBU te brengen. Want die wilden het in Europa weer graag hebben. Dus daar wordt al heel veel samen. Technisch hebben we ons ook wel laten zien hier. Dat is een mooi project, hè? Absoluut. Ja, dat is een mooi project. Anne Berends, hoofdredacteur van Omroep Flevoland. Dankjewel.